Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 16 april. Stapelwolkjes boven Nederland en ook wat opklaringen. En mogelijk dat er in de loop van de middag ook nog dieper land inwaarts een enkel buitje valt. Veel stelt het niet voor en vanavond gaan in ieder geval de buien allemaal verdwijnen. En dan is het vanavond rustig weer met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur ligt tussen de 10 en de 14 graden. En er zat een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen nacht kan er hier en daar een enkele misbank ontstaan. Verder blijft het heel rustig weer. De wind die draait naar het zuiden en de temperatuur ligt zo tussen de 3 en de 6 graden. In Zeeland blijft het waarschijnlijk nog iets zachter. Ja, en dan gaan we ons opmaken voor een paar zonnige dagen. Beginnend morgen, dan is er veel zon en zijn er nog wel wat wolkensluiers. De temperatuur ligt in de middag tussen de 17 en 22 graden. De wind waait uit het zuiden, is dus overwegend zwak tot matig. Mogelijk dat in het noordwestelijk kustgebied de wind af en toe vrij krachtig gaat worden. Er is veel zon, die wolkensluiers die houden de zon nauwelijks tegen. Dus het is echt zonovergoten weer. En dat is zeker ook de dagen erna, woensdag en donderdag. Veel zon, nauwelijks tot geen bewolking en hoge temperaturen. Woensdag kan het in het zuidoosten al zomers warm worden. Donderdag kan het ook elders landinwaarts. De maximum temperatuur is dan mogelijk 27 graden in Limburg. De windwaait uit het oosten is overwegend matig. Op donderdag is er wel een kans dat er in de loop van de middag een zeewind gaat opsteken. En dan koelt het sterk af, want het zeewater is nu nog maar een graad of 8. En kijken we dan ook nog eventjes verder, dan zien we dat ook het weekeinde in ieder geval nog temperaturen oplevert rond de 20 graden. Daarna wordt het iets minder warm en wordt het ook wat wisselvalliger. Maar tot het weekend schijnt de zon volop. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.